Goedenavond en welkom bij Dagelijkse Verdieping. De voorbije weken hoorden we al vele getuigenissen en verschillende daarvan kwamen van de Witte Paters uit Antwerpen. Zij hebben ons project heel uitdrukkelijk willen ondersteunen en verschillende getuigenissen doorgestuurd. Vandaag lezen we de getuigenis van Pater Leo. Wat is geloof, wat is doopsel voor u? Geloof staat niet buiten het leven. Iedereen gelooft wel in iets, ook degenen die zeggen in niets te geloven. Ze geloven in hun overtuiging. Ook de wetenschap gelooft in hun methode en resultaten. En we zien op dit ogenblik heel veel geloof bij mensen in zorg voor elkaar. Mensen kunnen niet leven zonder zingeving, al vullen ze dat anders in. Reeds uit de alleroudste pre-archeologische tekeningen op rotswanden blijkt hoe mensen op zoek waren naar de zin van het bestaan, het mysterie. Ze drukten in hun tekeningen symbolen uit van religie, verbondenheid met het gans andere, allesomvattende geheim van het leven. Ook de verschillende religies hebben gestalte gegeven aan dat zoeken van de mens naar het spirituele, in verhalen en in rituelen. De drie grote monotheïstische godsdiensten van het Jodendom, Christendom en Islam hebben bovendien de overtuiging dat God, hoe ze die ook noemen, zelf naar de mens toekomt, zich heeft laten kennen, zich openbaart in een geschiedenis met mensen, een volk, een gemeenschap. De verschillende heilige geschriften getuigen hiervan. Voor christenen is Jezus van Nazareth degene die op unieke wijze door wie hij was, zijn leven, zijn lijden en sterven, God en zijn bedoeling met de wereld en de mensen heeft doen kennen. Dat noemt hij het Rijk Gods of het eeuwig leven. Dat de mensen die boodschap niet aanvaarden, heeft hem gebracht tot de dood aan een kruis. Maar zijn leerlingen hebben na een moment van ontreddering beseft dat dat niet het einde was. Dat God hem heeft opgewekt uit de dood als de levende, die voortleeft dankzij zijn geest in de gemeenschap van zijn volgelingen. De kerk die zijn zending verder zet doorheen de tijden. Gelovig zijn is dus veel meer dan een bepaalde ideologie aanhangen, een theorie. Het is een gave. Een geschenk, maar ook het persoonlijk antwoord hierop in vertrouwen, ondanks alles, dat God bezig is zijn plan van heil voor de wereld en de mensen te realiseren en dat hij ons daarvoor nodig heeft. Dat is ook de betekenis van het doopsel. Het is een wedergeboorte. Van louter menselijk bestaan worden wij opgenomen in het leven zelf van God. Dat is geen kwestie van gevoelens, maar letterlijk van geloof. Dat wil zeggen, niet zien en toch ons erop wagen. Daarom is het ook nooit een louter individuele daad, maar kan maar in gemeenschap samen met anderen. Want daar, in de gemeenschap, zien wij de vruchten van de geest. Geloven is levensvervullend, maar ook niet gemakkelijk. Het vraagt eigenlijk de totale gave van onszelf. Dat kunnen we maar met Gods genade. Hij doet het in ons als wij ons openstellen. Leo van Donink. Dankjewel, Pater Leo, voor je getuigenis, maar ook voor je gelovige aanwezigheid, eerst in Midden-Afrika en nu bij ons. We willen vandaag ook luisteren naar een sterke vrouw. Je kent misschien wel de tekst uit het boek Spreuken. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Wel, wij hebben haar gevonden. Chris Wouters is bijna 75 jaar, heeft een visuele handicap. Toch wil ze ons graag laten horen wat geloven voor haar betekent. Chris, wij luisteren heel graag naar jou. Uw eerste vraag was dus, wat is voor u het doopsel?
Wat betekent het voor mij om gedoopt te zijn? Ja. Oh, ik heb daar eigenlijk even serieus over nagedacht. En ik ben zo tot de constatatie gekomen van... Het doopsel voor mij betekent van in het begin genade. De genade van een kind van God te zijn. Maar het is een genade die sluimert. Zeker als je... Als je pensioneerde, zijn ze natuurlijk als klein kind gedoopt. En dat die genade sluimert en die moet dan op een zeker moment wakker worden. En bij mij is die wakker geworden eigenlijk door de charismatische vernieuwing. En vooral de blijde boodschap die ik daar kreeg was: God houdt van u. En dat was voor mij echt een wakker worden van God. God, die drie-ene God dan, hè, Vader, Zoon en Heilige Geest, die houdt van mij. En dat was een prettig gevoel, een prettige ervaring zo. En dan gaat het eigenlijk, denk ik, enfin, voor mij was dat, dan denk ik echt gaan genietend geloven. Vooral van het feit van, ja, ik ben een kind van God en Johannes zegt dat van... Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. En dat is een van mijn lievelingsversen uit het evangelie. Ik kan me daar ontzettend blij door voelen. En ja, kind van God is gedoopt en dat moet u gedragen als een kind van God. En dat doet u daarin eer en geweten uw best voor. We moeten dat doen met vallen en opstaan, want we zijn dan nog mensen. Dus dat is altijd opnieuw werken daaraan. Maar dat is boeiend. En ik ben dan eigenlijk heel blij met dat doopsel. En hoe gedraagt een kind van God zich? Hoe gedraagt wat? Een kind van God, hoe hoort zich dat te gedragen? Hoe dat je je gedraagt als kind van God. Was dat wat je vroeg? Ja, inderdaad. En wel, open voor alle mensen, niet oordelen, niet veroordelen. Ja, heel, heel, heel veel geleerd eigenlijk met de sessies van de vredeseducatie. Van echt openstaan voor de mens, zonder oordelen, zonder veroordelen, liefdevol zijn, blij zijn ook met hetgeen dat er met God, blij zijn met God, een relatie met God echt. Als personen, hè? De Vader, Zoon en Heilige Geest, relatie als personen waar dat je naar luistert en veel tegen zegt en veel tegen zaagt. Ja. Maar wel luisteren bedoelt niet alleen gehoorzaam, maar is ook wel inzichten krijgen en zo. Dat is, ja, dat is een relatie. Dat is zo, dat is eigenlijk het kind van God, kind van de Vader, broer van Jezus en luisterend naar de Geest. Voilà, dat is het zowat. En dan zal de tweede vraag zijn, zeker? Inderdaad. Wat is Pinksteren? Pinksteren is voor mij het feest van mijn beste vriend. En dat is de Heilige Geest. God, de Vader, de Zoon ook, maar de Heilige Geest is ook heel erg de tochtgenoot in mijn leven. Zo, degene die inspiratie geeft, inzicht geeft, hulp als je, ja, dat is inspiratie, hè? Hulp bij het getuigen, bij het preken. Ja, dat is waar dat ik ook heel graag eens een keer tegen knipoog. Als het iets heel moeilijk is, als je in een moeilijk gesprek zit, dan... ik noem dan een knipoog naar de Heilige Geest en dan zeg ik van, nou, en nu, het is aan u. En meestal, of heel dikwijls, krijg ik dan wel een nieuw inzicht of een nieuw elan, of in een gesprek zwijgen. Alleen, je moet daar voeling mee hebben, je moet daar... Ja, contact mee hebben,
aanvaarden ook. Pinksteren is ook altijd opnieuw de geest aanvaarden. Binnenlaten in uw leven. En dat doe je altijd opnieuw. Dat vernieuwde zeker met... Allee, dat vernieuw ik met Pinksteren. En Pinksteren is voor mij ook geloven en hopen en weten dat er ooit een Pinksteren komt in de wereld. Dat de kerk echt dat Pinkstervuur krijgt. Ik weet niet hoe dat ze het gaat krijgen, maar dat dat er komt. Dat is ook voor mij het Pinksterfeest. Dat geloof, die hoop, dat weten hernieuwen en bidden natuurlijk. Bidden nu met de Pinksternoveen. Bidden dat het eindelijk mag komen zo. Ik ben, ik zit daar echt op te wachten van de kerk vrij van alle ballast, van te veel principes en te veel wetten. Maar zo echt vrij, ja, als we alle mensen, om alle mensen te trekken, gaan de kerken een open, lieve, warme kerk zijn. En dat is mijn hoop, dat is mijn gebed voor Pinksteren, deze novene eigenlijk. Mm-hmm. En dat ga ik even spreken, want dat is dan mijn ding. Hè. En dan zou ik zeggen, ik hoop dat veel mensen meedoen. En ik zou aan iedereen willen zeggen, mensen, bid nu om de kracht. En als Pinksteren er is, laat die geest binnen in uw leven. Of dat dan nu rijk is, of armzalig, of krakkemikkig, die zeender, maar laat de geest binnen in uw leven. Hij gaat u zelf warmte geven en hij gaat u ook dingen doen, misschien dingen zeggen waar andere mensen mee geraakt zijn. Voilà, en dat was het zowat. Dank u wel, Chris. Bedankt, Chris, voor deze getuigenis. Bedankt ook Ilse, die dit gesprek heeft opgenomen. We horen van verschillende mensen dat ze er stil van worden. Een aantal mensen laten ons weten, ja, ik hoor mensen spreken over hun gelovig zijn en het gedoopt zijn enzovoort. En dan denk ik, oeh, dat kan ik zo niet zeggen. Ik word er helemaal stil van. Maar dat is niet erg. Het is fantastisch dat er mensen opstaan die hun stem laten klinken en die proberen er woorden aan te geven. Maar het is ook mooi als mensen er heel stil van worden. Is dat trouwens ook niet de eerste reactie van de leerlingen van Jezus als ze geconfronteerd worden met de grootsheid van de geestkracht? Worden zij ook niet eerst heel stil? Wij willen graag mensen uitnodigen stil te staan bij de aanwezigheid van God, van Christus, van de Geest in hun leven. En wie weet gebeurt er dan, zelfs met u die op dit moment geen woorden vindt, wat er met de leerlingen is gebeurd. Ze begonnen te spreken en ze ontdekten, maar mensen verstaan ons. Het zou mooi zijn als deze 7 weken van geloofsgetuigenissen daartoe een hulp kunnen zijn. U kan nog altijd zo'n getuigenis doorsturen. Het wordt kort, hè? Het einde van deze reeks nadert. Maar als u vandaag of morgen vroeg dan, nog een tekst doorstuurt of een opname, dan kunnen we die zaterdag nog meenemen in de laatste aflevering van dagelijkse verdieping. Maar goed, eerst die van morgen. Tot dan.